Hoi, ik ben Ole en met Nelson achter de knoppen is dit vanuit Villa de Bank in Enschede, Art Safari. In Art Safari banen we ons door middel van een diepte-interview een weg door de hedendaagse cultuur. En dat doen we vandaag met Eddie van der Schaal. Eddie is als acteur, theatermaker, stemacteur en sinds kort ook kinderboekillustrator van alle markten thuis. Hij is op jonge leeftijd begonnen met musicals schrijven, klimt jaarlijks op het paard om als Sinterklaas in de stad verwelkomd te worden en organiseerde jarenlang zeer vermakelijke en smakelijke dinnershows waar hij uitgedost als Edda leiding gaf aan het theatergezelschap Theaterteam Twente. Maar ik vond dat een hele fijne vibe altijd hebben. Ja. Dat was ook heel leuk. We hebben later zijn verhuisd naar een andere locatie. Eerst zaten we in het oude gebouw aan de Langestraat. En toen zijn we naar een leegstaande supermarkt gegaan. Mm. Nou hadden we 3 keer zoveel ruimte natuurlijk. Prachtig. Als leegstandsverhuur. Dus het kostte ook niet zoveel als aan de Langestraat. Gelukkig. Maar het was niet dezelfde sfeer. Toch niet? Nee. En we hadden het allemaal in vakjes ingedeeld voor... Dat het wat kleiner leek. Dus een dansstudio en eentje waar zangles werd gegeven. En dan de kantine. Kostuumopslag. Maar ja, het bleef toch een grote, betegelde, kale ruimte eigenlijk. Ja. En ja, er kwamen ook wat nieuwe mensen bij. En dus dat wat we in het begin hadden, dat hebben we nooit meer gekregen daarna. Nee. Ja, maar is dat omdat het ook... dat je zegt van het was minder goed dan dat het toen was? Of, nou ja, het bedoelt dus anders, dus het is een haakje zetten. Of was het gewoon omdat je daar dat ene keek van wat het ooit was en dat je dacht van dat was goed zoals het was en alles, als we daarvan afwijken dan... Nou, het was, kijk, als we hadden kunnen blijven zitten waar we zaten, hadden we dat gedaan. Ja. Hadden we wel minder ruimte gehad nog steeds, maar dan hadden we een mooi dansstudio, je weet het, met je spiegelwand en alles erop en dran. Maar er kwam een yogastudio onder ons, waar altijd een kantoor zat die om 5 uur naar huis ging en wij begonnen meestal na 5. Nou, yoga studio had natuurlijk rust nodig en wij stonden te dep dansen. Dus dat ging al niet zo goed. Maar yoga en meditatie is toch dat je een soort van de buitenwereld, ook al is het heel chaotisch, gewoon lekker achter kan laten. Maar misschien waren we nog niet zo ver gevorderd. Oh, ja. Dat kan. Het was yoga voor beginners. Het was yoga voor beginners en wij waren al iets gevorderd qua teppen. Dus dat maakte bij ons een takkenherrie en beneden moest het doodstil zijn. Nou, dat werkte al niet. Daarnaast, de huur was natuurlijk gigantisch. En alle Edda-optredens die ik deed, die moesten eigenlijk alle kosten van stroom en huur en water en noem alles maar op betalen. En ja, we konden ook niet echt uitbreiden. En toen dus dat leegstandsverhuur op ons pad kwam, toen hebben we daar natuurlijk beide handen aangegrepen. Ja. Maar ja, de sfeer is toch anders. Ja. Parkeren was ook bij de oude plek altijd moeilijk. Je moest al betaald parkeren. Je kon de binnenstad niet in. En waar we toen kwamen, dat was op het Twekkelenveld. Ja, daar kon je overal parkeren. Ja. En zeker rondom die oude supermarkt, want die had al een parkeerplaats. Ja. Dus het had voor- en nadelen. Dat is, dat is gebleken. Ja. Nu doen we het al een aantal jaar niet meer. Nee, je bent echt gestopt. Nou, Theater Team Twente bestaat nog wel, maar in rusten, zeg maar. Oké, ja. En ik ben een beetje meer zelf aan de gang gegaan. En niet zoveel met anderen meer, maar meer gaan focussen op waar het meeste vraag naar was. En dat was Tante Edda. Dus daar is de Edda's Nightclub ook in Theater De Kleine Willem uit ontstaan. En dat deed ik niet alleen in theater, dat deed ik bij bedrijfsfeesten, op familiefeesten. En dan stond ik zo'n 4 uur achter elkaar Tante Edda te spelen. Heel positief, vrolijk en leuk te zijn. En dat was heerlijk om te doen, maar was ook dodelijk vermoeiend. Zeker voor mij natuurlijk, met mijn conditie. Maar op het moment dat je het moet doen, kun je het. Maar toen kwam ook Sinterklaas erbij voor de stad Enschede, voor het Sint-Niklaas-comité. Ja, dat was iets wat ik als kind al deed. Daar heb ik toevallig laatst nog een fotootje van teruggevonden. Ben ik 9 jaar, zit ik op een grijze pony. En met een lullig mijtertje op mijn kop. Vast geniet. Het was te groot. Had mijn vader met nietjes zo. Dus toen speelde ik het al. Ja, en nu mocht ik het dan voor de stad Enschede doen. En mensen geloven vaak niet dat ik een en dezelfde persoon ben. Want dan aan de ene kant horen ze dan... Tante Edda, weet je, leuk en gezellig dat jullie er zijn. En aan de andere kant is dan... Hallo, zeg, wat heerlijk dat jullie er zijn. Kijk... Dat kunnen ze niet verenigen. Dan denken ze, dat kan niet. Dat is niet dezelfde persoon.
Maar dat is natuurlijk juist het allerleukste om te doen. En nou, daar ben ik me meer op gaan richten. En dat doe ik nog steeds. Nou, je hebt ook wel stem. Je bent ook stemacteur, toch? Je hebt ook stemmetjes gedaan. Ik heb vroeger heel veel voor de televisie gedaan met mijn stem. Ja. Ik heb de Smurfen gedaan in de jaren 90. Dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal wel gezien. Welke Smurf was jij? Nou, de leukste. Ja, welke was Lol Smurf. De Lol Smurf, ja, echt waar was jij? Met die ontploffende cadeautjes en altijd maar lachen. En de kleermaker Smurf en de wilde Smurf en de mijnwerker Smurf. En een van de heksen heb ik ook nog gedaan. En Beertje Paddington heb ik gedaan. En bij Telekids was toen iets dat heette Tiny Toons. Daar deed ik ook allemaal typetjes in. En ja, zo dat is daar toen begonnen. En dat ben ik, heb ik heel lang gedaan, ook voor andere producties. Dat was heerlijk om te doen. Ja, Roze Panter was ik ook nog. Die zei niet veel, was meer van oeh, oh, oh. Nou, maar jaren gedaan. Maar daar ben je wel heel goed in de uitdrukkingen. Dus als je zo net, de Tante Edda heeft ook gelijk. Ja, Tante Edda moet natuurlijk zo, hè. Maar je ziet, dan ga ik er ook zo bekijken. Ja, is dat ook als je de stemmetjes doet, dan ga je er ook... Och, er is ooit een documentaire gemaakt. Ik dacht dat het voor de AVRO, of nee, de NCRV geloof ik, want die deden toen de Roze Panter. En dan werden wij gefilmd terwijl we aan het inspreken waren. Nou, we waren stel idioten, joh. Je ziet alleen maar leuke koppen. Iedereen, je kan natuurlijk, als je een raar stemmetje doet, kun je niet zo blijven zitten. Dus als ik zo moet praten, dan moet ik ook zo kijken. Weet je? Ja, ja, ja. En dat kan niet met dat gezicht van Tante Edda of met dat rustige van Sinterklaas. Mm-hmm. Nee, dus ja, dat is heel gaaf om te doen. Ja, want ja. Je bent al vanaf heel jong ben je met theater bezig. Ja, 12 vanaf jaar, mijn 12e. Ja, ja, ja. Ja. En dan kun je vertellen hoe je daarin terecht bent gekomen? Nou, het was zo dat ik was al een buitenbeentje. Mijn vader had graag gewild dat ik ging voetballen en boksen. Want dat deed hij en dat hadden ze broers en zo allemaal gedaan. En mijn oudere broer deed dat ook. En ik lag altijd maar te lezen en ik lag altijd maar te schrijven. Als heel klein kind al begon ik al met de kinderlijkste boekjes over te schrijven. Gewoon wat ik het maken van een zin op wit papier vond ik al prachtig. Ja, hoe raar, hè? Maar dat deed ik dus. En dan begon ik met Pinkeltje over te schrijven of zo, dat soort boeken. En dus we dachten allemaal, en het veel tekenen. Als ik ergens was geweest, moest ik meteen tekenen. Waren we in Artes geweest, hingen aan mijn muur boven mijn bed alle dieren die ik gezien had. Dus de gedachte was, ook op school, op de lagere school, dat ik iets in die richting moest doen. Nou, ik wilde ook natuurlijk wel iets met tekenen doen, dus illustrator. Ga dat maar doen. Dus het idee was dat ik na klas 6, dat ik dan naar de grafische school zou gaan. Daar had ik me ook voor ingeschreven. En toen was er een afscheidsavond van de lagere school in klas 6. En toen moest er iets gedaan worden. En ik had nog nooit zoiets gedaan. Ja, tuurlijk, op feestjes ging je playback en dansen en gekke dingetjes doen. Tenminste, ik zeg tuurlijk, wij deden dat. En toen moesten we een programmaatje maken. En ik ging ineens het verhaal in elkaar flansen. Ik ging de typetjes bedenken, ik ging sketches schrijven. Dansjes maken. Ja, ik was 12, maar ik vond dat ik dat moest doen. En dat repeteerden we met allemaal andere jongens en meisjes bij mij in mijn slaapkamertje in Amsterdam. En dat heette, er was een programma op televisie van Ted de Braak. Dat heette Toy to Toy bij Ted. Dus ik vond dat ik van moest maken Toy to Toy bij Ed. Nou, en dat gingen wij doen. En ik heb daar allerlei typetjes gespeeld. Ook een keer in een jurk, een boerin. Toevallig omdat ik zo'n kostuum kon krijgen van een vriendin van mij uit Harderwijk. En ik heb dat toen gedaan met die klasgenoten. En daar waren zulke positieve reacties op. Iedereen vroeg van, wie heeft je dat geleerd? Hoe heb je dat Ik had zoiets toen normaal. Dat hebben we gewoon met elkaar gemaakt, klaar. Ja. Maar ja, er ging toch iets kriebelen, iets broeden. En ik ben toen naar die grafische school gegaan in Amsterdam, de AGS... in de Dintelstraat, 1,5 uur met de bus heen, 1,5 uur terug. En was voor die tijd heel lang onderweg. En toen verhuisden wij het jaar daarna naar Ermelo, Harderwijk, daar, die regio. En ik was doodongelukkig geworden in het jaar op die grafische school. Want alles ging om metaalbewerking, houtbewerking,
Allerlei vakken die niks of nauwelijks met tekenen te maken hadden. Ja, ik geloof 2 uur per week tekenen. Nou, dat had je op de MAVO, HAVO ook. En 1 keer in de week geloof ik lettertekenen. Dat vond ik nog het mooiste eigenlijk. Ah, ja. Calligrafie en zo. Ja, dat was voor meer voor reclameborden en zo. Ja, want vroeger moest je alles nog zelf doen, hè? Nou, ja, ja. Toof je het zo uit de computer. En dus daar werd ik doodongelukkig van. Die leraar tekenen, die vond ook dat ik er niks van bakte. Die gaf me altijd onvoldoendes. Dat is heel raar, hè? Als je van iedereen om je heen je hele leven, je 12, 13-jarige leven te horen krijgt, kan je goed tekenen, hè? En dan degene waarvan je denkt, daar ga ik het van leren, die zegt, je kan er niks van. Dus dat was 1 groot drama. Dat ging ik niet meer doen. Toen ben ik naar de MAVO gegaan in Harderwijk. Daar vond ik ook helemaal geen zak aan. Want ik begon steeds raarder en grappiger en leuker en vrolijker te worden weer. En dat kon daar ook niet, op die christelijke school. En dan was ik ook nog een kind uit Sodom en Gomorra, ja, uit Amsterdam. En dat was echt zo, hoor, toen in die tijd. Ja, altijd je accent werd altijd nagedaan. Je werd altijd, mijn moeder werd als een soort hoer gezien, want die droeg bloemetjesjurken. Nou, dat was not done in die regio toen. En ik heb het nu over eind jaren 70, begin 80. Maar ligt Ermelo in de Bijbelbelt? Is dat? Nou ja, of je noemt ze in 1 adem. Ermelo, Putten, Nijkerk, Nunspeet, Hierde, Vierhouten, Elspeet, Garderen, die hoek. Ja. En dan is Harderwijk nog heel progressief. Daar ben ik later gelukkig ook gaan wonen. Maar ja, Ermelo viel wel in de categorie streng. Ja, maar neem niet weg, ik heb me daarna ontzettend kunnen ontplooien in die regio. Omdat ze lieten me uiteindelijk, toen ze zagen wat ik kon, wel gaan om theater te gaan maken. Want dat ben ik toen gaan doen, dus toen ik 13 was. Maar dat zijn hetzelfde mensen die eerst jou een beetje op je plek proberen te zetten. Nou, dat was eerst dat was de MAVO, maar ik was echt. Ik heb alle scholen waar ik heb gezeten, heb ik eigenlijk met oogklep op beleefd. Want ik was altijd in mijn eigen wereld. Stond ook in alle rapporten. Eddie kijkt altijd naar buiten. Eddie zit alleen maar in zijn eigen wereld, fantaseert. En dat was ook zo. Want ik was altijd met dingen bezig in mijn hoofd. Ik was altijd iets aan het maken, iets aan het bedenken, spannender maken, leuker maken, vrolijker maken, gekker maken. Interessanter maken. Als tekening, als tekst. Dus nou ja, ik ging van het een naar het ander. En ik ben ook een keer blijven zitten. Toen mijn ouders gingen scheiden, toen zat ik alleen met mijn zusters en mijn zware, depressieve, verdrietige moeder. En toen kon het me helemaal geen zak meer schelen met die school. Ja. Maar ik kon daarnaast wel theater maken. En dat lieten ze toen op een andere school weer toe. En toen heb ik een in die tijd bekende tekstschrijfster leren kennen. Die kwam bij ons thuis, omdat wij inmiddels een manege hadden. Mijn vader had van het Amsterdamse, wat hij had, zo'n schoonmaakbedrijf, had hij in Ermelo een manege gemaakt, iets totaal anders. Omdat hij vond dat wij met in de frisse lucht, in de natuur, met dieren moesten opgroeien. Als je goed met dieren kunt omgaan, kun je later ook goed met mensen omgaan, zei hij. Is dat zo? Ja, denk het wel. Ik denk dat je, het is al zo vaak gezegd, het is een cliché, maar dieren, daar heb je, daar kun je van op aan. Daar weet je van wat de grenzen zijn. Ik bedoel, als een gevaarlijk dier staat te eten, moet je hem niet bij zijn bak weghalen. Of als een paard, hè, waar we heel veel mee omgingen. Als die niet weet dat je achter hem aan langs loopt, dan kan hij je een doodschop geven, letterlijk. Niet omdat hij dat wil, maar omdat hij schrikt. En dat is een natuurlijke reactie. Ja. Dus, maar daar kun je van op aan. Dan weet je, dat zijn de consequenties. En bij heel veel mensen weet je dat niet. Hè? Zelfs als je denkt dat ze al heel lang je beste vriend of vriendin zijn. Of een familie. Dus daar had hij wel gelijk in. Als je goed met dieren om kunt gaan, kun je ook goed met mensen omgaan. Is dat, als je ziet dat mensen die heel veel katten in huis halen. Dat zijn ook wel meestal mensen die een beetje vertrouwen in een mens hebben opgegeven. Dus dat beeld krijg ik een beetje. Ja, dat weet ik niet. Wij hebben ook 2 katten. Ik had vroeger geen hekel aan katten, maar wij hadden alle soorten dieren. Wij hadden honden, paarden, ponies, allerlei soorten vogels, kippen, heel veel kippen, eenden, koeien, schapen, geitjes, lammetjes. We hebben bij ons in de woonkamer met een flesje opgevoed en gevoerd als ze verstoten waren door de moeder.
wij waren altijd met dieren bezig. We hadden heel veel honden, we hadden ook katten. Maar de katten waren eigenlijk het minst interessant voor ons. Omdat ze altijd naar buiten mochten. Nou, er was altijd gevaar. Er was ook altijd iets om achterna te jagen. Dus we hadden min of meer een soort half wilde kat in huis. Nou, en die leefde hun eigen leven, want niet zo eigenzinnig als een kat, hè? Ja. Nu hebben wij Michael, mijn wederhelft, die wilde heel graag een hond. Maar omdat we allebei lichamelijk niet in orde zijn helemaal, is dat lopen 2, 3, 4 keer per dag, wat je moet zijn hond wel uitlaten natuurlijk, zat er niet in. En toen hebben we toch 2 katten genomen een paar jaar geleden. King Kong en Jaws. We hadden filmdierennamen, dat leek ons wel leuk. Nou, Jaws lag na een jaar al dood onder de bank. Die had een hartstilstand gehad. En King Kong moest er nog maar 2 vriendjes bij krijgen. Dat werden Skippy en Gizmo. En nou, Kong is ook niet zo heel oud geworden. Die is 2 jaar geleden overleden. Dus we hebben nu die 2 broertjes, want dat zijn het, nog over. En het zijn al huiskatten. We mogen niet naar buiten. Ja. Willen ook niet meer naar buiten. Als je ze op de arm naar buiten neemt, hebben ze zoiets van heel leuk, ga gauw weer terug. Ze hebben alle ruimte, ze mogen alles bij ons. En ja, ik heb geleerd dat katten, als je echt een band met ze hebt en met ze kan praten, dat het fantastische dieren zijn. Dat ze echt heel erg sociaal zijn. En echt huisdieren. En met je praten. Nou, verklaart iedereen me voor gek. Maar je hebt er echt een band mee. Als je te lang weg bent, laten ze het ook weten dat ze dat niet leuk vinden. Mm-hmm. En ik denk niet dat mensen die katten hebben dus het vertrouwen in de mensheid hebben opgegeven. Dat geloof ik niet. Nou, nee, ik bedoel niet per se als je een kat neemt, vertrouwen in de mensheid opgegeven. Ik bedoel meer mensen die 24 katten in huis halen. Oh zo, ja. Op die manier. Maar ja, dat vind ik ook met iemand. Onze buren in Amsterdam vroeger hadden iets van 20 honden in huis. Nou, die hadden zelfs door de hele woning een soort kooi gemaakt. Wat je in circussen wel eens ziet. Als een kooi waar de tijgers doorheen moeten. Dat hadden zij door hun huis. Van de voordeur naar boven tot achter in de tuin. Ja, dan ben je ook niet goed, vind ik. Dat, ja. Toch. Je hebt ook mensen die dat voor cavia's hebben. Ja, maar een hond of een caviaatje, ja, okay. Dat is nogal... Ja. Ja. Hè? Wat voor gaas gebruikt ze daarvoor? Dat ik heb geen idee, joh. Ja. Toen woonde ik nog in Amsterdam, dus dat was ergens tussen mijn 8e en 12e dat ik dat ooit gezien heb. Jeetje. Dat is 40 jaar geleden. Bijna. En dan mag je uiteindelijk... Je krijgt een soort van de vrijbrief van de omgeving waar je in bevindt om theater te gaan maken. En hoe ontwikkel je dan? Nou, het begon dus met op die school dan dat ik ineens wel goed was in tekenen. Dat was 1. Dus ik kreeg heel veel vertrouwen van. Ik mocht ineens allerlei posters tekenen voor dingen. Ik mocht de covers voor de schoolkranten tekenen. Toen kwamen ze erachter dat ik ook wel iets met toneel kon doen. En hadden we een avond voor Ghana, een inzamelingsactie. En of ik daar iets voor wilde doen. Nou, toen heb ik iets heel kolderieks, iets idioots bedacht. Ik weet bij God niet meer waar het over ging, maar met klasgenootjes gedaan. Nou, de mensen zakten van hun stoel van het lachen. Was gewoon helemaal geweldig. En hebben we heel veel geld opgehaald. Dus dat was geslaagd. Maar daardoor kreeg ik toch wel zoiets. Ik wil er meer mee doen. Ja. Maar toen stuitte ik weer op allerlei bezwaren. Want die toneelvereniging bij ons in de regio. De een zei, wij zijn een buurtvereniging. De ander zei, wij zijn alleen voor vanaf die en die leeftijd. Nou, zo waren er 3 verenigingen die me eigenlijk, waarbij ik echt het gevoel had van, ik word met een kluitje in het riet gestuurd. En dan werd ik eigenlijk ook wel een beetje pissig om. Want ik voelde ook iets, hè, zeker om wat ik al eerder vertelde, dat Amsterdammer daar, dat viel niet meteen zo lekker. Dat is nu heel anders. Dat sterft er nu van de Hagenese, Amsterdammers en Utrechtenaren. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het toch zelf doen. En toen heb ik een advertentie in de krant gezet. En toen kreeg ik heel veel reacties. Echt dat ik echt dacht, wat moet ik er allemaal mee? Veel te veel mensen. Dat hoef je nu niet meer te proberen. Dan krijg je er 12 en komen er maar 4 opdagen. Weet je. Ja. En toen ben ik een toneelstuk gaan schrijven.
En in die tijd, toen ik dus 13 was, 13, 14, werkte ik bij een oom van mij op zaterdag in Amsterdam op de Albert Cuyp. Nou, daar heb ik ook wat mensenkennis op gedaan, kan ik je vertellen. Want voor de mensen die niet weten, Albert Cuyp is een markt, toch? Is de grootste, de langste dagmarkt van Europa, ja. Moet je nagaan. En achter de stadhouderskade. Ja. En daar ging ik elke zaterdag met gespaarde koffiezegeltjes die mijn moeder gespaard had, kon ik goedkoop met de trein. Ging ik daarheen. En ja, daar heb ik echt zoveel aan gehad voor later, zoals wat ik nu doe. Ik praat nu heel makkelijk met je, maar dat durfde ik toen echt niet. Hè? Ik was heel verlegen. En ik wilde wel toneel doen, maar alles eromheen vond ik toch wel te spannend. Maar toen ik dat dus deed, in die tijd, had ik ook zoiets, nu moet ik het toneel gaan doen. En toen heb ik die advertentie gezet. En toen kwam er bij ons, daar was ik net in mijn verhaal, toen ik over de manege begon, kwam Alice de Liefde, een tekstschrijfster, bij ons over de vloer. En die zag dat ik aan het schrijven was aan het toneelstuk. En ze zegt, heb je de hulp bij nodig? Nou, had ik niet nodig. Nee, ik vond het wel goed, doe het zelf. Toen logeerde ik een keer bij die oom van die winkel op de Albert Cuyp. En ik was daar mijn tekst aan het herschrijven. En ineens schreef ik een liedje. Nou, dat vond ik wel heel leuk. En ik schreef verder. En ik schrijf nog een liedje. En je moet je voorstellen, toen hadden we eigenlijk nog maar heel weinig musicals in Nederland. Je had Annie M. G. Smit musicals en wat geïmporteerde producties. En op televisie zag je wel eens wat, maar ik wist eigenlijk niet wat een musical was. Maar ik ging in mijn toneelstuk dus ineens liedjes schrijven. Althans, teksten voor liedjes. Ik denk, nou, dan moet ik daar nog muziek bij hebben. En dan ging ik platen halen. Toen had je nog moest je LP's halen. Die mocht je in de winkel ook luisteren. En orkestbanden eigenlijk. Nou, zo ben ik liedjes bij muziek bij tekst gaan bedenken en later het omgekeerd. Toen kwam Alice Liefde weer langs en zegt van, wil je niet dat ik je help bij die liedteksten? Nou, dat vond ik eigenlijk wel een heel goed idee. Dat wel. Daar heb ik zoveel van geleerd. Dat was zo over timing, over ritme in een zin, ritme in een lang woord. De melodie die je in tekst kunt leggen. Allitereren, woordgrapjes. Ja, dat was zo leuk om te zien hoe die vrouw dat deed. En alles uittellen, alle lettergrepen uittellen in de muziek, in de tekst. En toen is mijn eerste musical gemaakt met die mensen die op die advertentie hadden gereageerd. En toen stonden wij in 1979, in het cultureel centrum van Harderwijk. Daar konden 600 mensen ongeveer in. Had ik gehuurd met hulp van moeders en met Alice de Liefde, die een goed woordje deed. En daar sprong de pers op, want ja, zo'n jong iemand die dat deed. En nou, het zat afgeladen vol en we hebben dat nog een keer gedaan en nog een keer gedaan. En toen zijn we naar Agora in Lelystad gegaan, hebben het ook nog gedaan. En de Junushof in Wageningen. Nou, ineens kregen ze zo de smaak van te pakken. Ik denk, ja, dit moet ik gaan doen. Ja, en zo is het eigenlijk begonnen. En dan kom je in contact met Jos Brink en Sander. Frank Sanders was het. Ja. Nou, dat was weer iets anders. Ook iets raars. Ik kende Jos Brink van televisie. Die deed toen de Avro's Puzzeluur. En dat was een hele gevatte man die grapjes maakte op de momenten dat je ze niet verwacht. En voor die tijd was het echt uniek. Hè? Ik bedoel, nu hebben we natuurlijk heel veel stand-up comedians en alles. Maar die man in zijn presentatie, in wat hij deed voor televisie. Het was anders dan anders. Men was gewend aan een beetje stijvige presentatie. In een quiz moet je wel netjes presenteren. Hè? Maar hij maakte er een zootje van. En dat vonden de mensen natuurlijk fantastisch. Daar kende ik hem van. En toen was ik 15, 16. Ja, 15. En toen dacht ik, ik moet hem een brief schrijven. En ik weet niet waarom, want nogmaals, ik kende hem alleen van dat televisieprogramma. En ik kreeg ook nog antwoord dat ik me langs moest komen. In Amsterdam, in de Utrechtse Dwarsstraat.
Nou, ik echt hoor. Daar ging ik. Ik deed in mijn broek. Ik vond het veel te eng eigenlijk. Toen ik daar voor de deur stond, dacht ik ook: wat heb ik nu weer gedaan? Hij liet me binnen. En heel smal, mooi Amsterdams huisje met allemaal schilderijen die hij ook zelf had gemaakt. En ja, die luisterde naar mijn verhaal en die zat echt op de puntje van de bank. En dan zat hij zo echt, ja. En hij vond het allemaal mooi wat ik deed en hij gaf allemaal advies. En ik voelde me heel serieus genomen. En toen zei hij, je moet daarin les, je praat nou een beetje als Johan Cruijff, weet je zo. Dus daar moet je natuurlijk vanaf. En je moet op zangles en je moet gaan dansen en... Nou, en toen ik wegging, gaf hij me ook nog een zoen. Hij zegt, als je problemen hebt met je homoseksualiteit, want daar hadden we het ook over gehad, dan wil ik wel met je ouders bellen, hoor. Ik denk, doe maar niet. Weet je? Ja, maar die waren daar nog niet van op de hoogte, hoor. Nee. Nee, dat bleek Jos al vaker gedaan te hebben bij mensen die thuis niet durfden te vertellen. Maar ik had zoiets, als ik het doe, dan doe ik het wel zelf, maar nu nog niet. Nou, dezelfde avond heb ik het mijn zussen verteld. En de een vond het zielig en de ander zei, het gaat wel over. Ja, het was begin jaren 80, hè? Ja. keek men echt heel anders tegen allerlei dingen aan. Maar zielig, op wat voor manier zielig? Nou, zielig, kijken de mensen je raar aan en dan hoor je er niet bij. En het andere was, de andere zus zei, ja, gaat wel weer over. Ja, dat is een bevlieging. Maar goed, dat is goed gekomen allemaal, hoor. Maar ik heb het wel dezelfde avond aan mijn zussen verteld. En toen kwam ik dus thuis en was ik bij Jos Brink geweest. En toen moest ik dus met die kennis en die info en die tips moest ik iets gaan doen. In Ermelo. Nou, oké. Okay. Toen bleek er een balletschool in het bos achter ons verscholen te liggen. Ballet in het bos. Balletschool Ermelo. Daar ben ik naartoe gegaan en dat was een piepklein studiootje. Kini Slim Algera was de directrice. Echt zo'n zo'n balletlerares met zo'n knotje. Heeft ook heel veel studenten gehad die in Engeland zijn verder gaan studeren op balletgebied. Dus echt mensen die ver zijn gekomen, heeft ze groot gebracht, zou ik maar zeggen, op het gebied van dans. Ik moest ineens in een maillot. Ja, want ik moest klassiek ballet gaan doen. Nou, dat was ook allemaal geen grap toen. Nu kan iedereen het doen, want alle broeken van tegenwoordig zien er ongeveer hetzelfde uit. Zijn net zo strak. Maar toen was het heel raar om als jongen in zo'n gekke maillot te lopen. Ik moest ineens gaan showdansen. Ik moest jazzballet gaan doen. En tapdansen. Nou, laat ik het nou allemaal hartstikke leuk hebben gevonden. Dus ik ging daar meer en meer in doen. Ik ging workshops af. Ik ging naar Amsterdam cursussen volgen. Ja, ik ben overal nergens, Vladimir Dons, Benjamin Felixdal. Daar heb ik overal workshops en dingen gedaan. En ik ben presentatieles gaan nemen bij Fred Butter. En ook via Jos. Fred zat in een musicalproductie van Jos. En nou, zo van het een kwam het ander. Kwam ik bij hem terecht. Zangles heb ik gehad. Ik ging ineens van alles doen. Dus ik reisde wel 2 keer per week naar Amsterdam. Ineens. En dan die lessen door de week op die balletschool. En het repeteren met mijn musicalclubje. Dus ja, ik was alleen maar dag en nacht daarmee bezig. En toen zei Jos Brink op een gegeven moment... jij moet maar auditie komen doen voor onze nieuwe productie in 1985 in Madame Arthur. Dat speelt zich af in een nachtclub in Amsterdam... vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Dus daar moest ik en... met de collega's natuurlijk, in een jurk en op hakken. Nou, dat was ook weer net zoiets, net als die maillot. Ik dacht, wat doe ik toch allemaal? En je doet het toch en het is toch allemaal even leuk. Ja. Maar daarnaast moest ik ook in een zwart pak met een rode band en een hoge pet op. En met mijn blauwe ogen en mijn toen nog lange blonde haar... zag ik er heel angstaanjagend uit als zo'n nazi. Ja. En dat speelde hij dan ineens zo'n musical... Nou, het was prachtig. Het was geweldig om te doen. Dus, met heel veel plezier daar naartoe gewerkt. Alles voor gedaan, alles voor gelaten. En
ik vergeet nooit de eerste dag dat ik daar naar Carré, want daar repeteerden we op de zolder van Carré. Dat ik daar naar boven... Het theater rook ook gewoon naar theater. Ik kan het niet omschrijven, maar dat, het was zo heerlijk. De rust, de ruimte. Aan de andere kant de activiteit die overal plaatsvond. En dan boven op het zoldertje. En daar zat dan een grote vrouw, stevige vrouw, zat aan de piano. En deed wat inzingoefeningen. Dat was een operazangeres. Nou, terwijl ik binnenkwam, ik dacht, het dak gaat er straks af. Wat een geluid, dat kan ik nooit. Ik kan nooit zo zingen. Dat is dus meteen weer onzeker, meteen weer paniek. Hmm. Ben jij Eddie? Ik zeg ja. Oh ja. Ja, mijn buurvrouw, dat is jouw oom. Oké. Nou, dat was, een gelukkige, was een goede binnenkomer dus. Nou, toen kwamen al die andere mensen binnen. Jos Brink, Frank Sanders, Lucie Lange, Josette Hagedoren, die Madame Arthur zou gaan spelen. Een hele bekende actrice uit die tijd. Een grote naam. Die, nou, en ik had echt zoiets van... Oh. Nou, en toen kwam Henk Pokkinga, de muzikaal leider. En toen gingen we zingen. En toen gingen we met elkaar zingen. En we hadden allemaal zo'n dictafoontje moesten we meenemen. Tegenwoordig doe je dat met je telefoon, maar... dictafoontje. En dan kon je het opnemen. Dus wij onze partijtje zo ingestudeerd. En toen kwam ik later thuis. En ik had zo mijn best gedaan, dacht ik. Ik hoorde niks. Mijn eigen stem stond er bijna niet op. Maar dat had ik heel zachtjes gezongen. Ik vond dat wel heel eng eigenlijk. Oh. Ja, maar dat is goed gekomen. Toen gingen we kostuum doorpassen. En dan sta je ineens op hakken. En in zo'n heel strak pakje. Toen had ik nog een modelletje voor een strak pakje. En die kostuums van Jan Arendsen, ik weet niet, daar heb je misschien wel eens van gehoord. Hij maakt heel veel theaterkostuums. Ook nee, al die jurken voor Karin Bloemen maakt hij ook allemaal. Dus, nou, die had... De jurken van Karin Bloemen. Ja, en deze musical was een van zijn eerste opdrachten. Nadat hij de academie had afgemaakt. Mm-hmm. En daar kon hij in uitpakken en dan kon hij grootse kostuums maken. Nou ja, en toen gingen we repeteren in het Zonnehuis in Amsterdam. Want daar was het decor opgebouwd en dan gingen we doorlopen doen. En toen bleek de hoofdpijn die ik al vanaf mijn 11e had, want die had ik altijd, die bleek fataal. En toen klapte ik in elkaar en toen heeft Jos nog gemasseerd en een soort... het was niet meer te helpen. En toen moest ik naar het ziekenhuis en dan belandde ik op de hartbewaking... Want ik had een bloeddruk van 250 over 180. Dus dat was aan beide kanten zo'n beetje 100 te hoog. Dus de kans om iets ernstigs op te lopen daardoor, die was groot. Dus moest ik op de hartbewaking in de gaten gehouden worden. En toen was mijn droom bij het grote toneel, bij het theater, was in één keer over. Ja, en toen bleek dat mijn nieren het allebei niet deden. En dat ik daardoor mijn lichaam vergiftigde, zeg maar. Omdat het werd niet schoongespoeld, om het maar even eenvoudig te zeggen. En daardoor had ik ook altijd die hoofdpijn gehad. En alle artsen waar ik kwam, in Ermelo ook, of in Harderwijk had ik een huisarts. Die zei altijd, maar ja, jij maakt je veel te druk. Je doet veel te veel. En als jij straks bij Jos Brink bent en je... hoeft het allemaal zelf niet meer te organiseren en te doen... dan zal jij zien, is die hoofdpijn ook weg. Nou, heb ik ongeveer 10 jaar aangehoord, dat soort verhalen. Gezonde Hollandse jongen, noemden ze het. En dan ben je naar huis gestuurd met paracetamol. Maar goed, dus toen bleek dus dat allebei mijn nieren het gewoon helemaal niet meer deden. En toen moest ik aan de dialyse. En om even aan te geven hoe gek ik eigenlijk ben... Ja, vind ik nu zelf ook wel een beetje, maar toen echt niet. Ik ben op de hartbewaking begonnen met het idee voor een nieuwe eigen musical. En mijn zus kwam en ik zeg, je moet beneden papier halen, pennen halen. Want het was allemaal nog de tijd van potlood en pen en geen laptop en iPad noem maar op. Dus, nou, dat ging, en toen heb ik de eerste ideeën en een soort synopsis geschreven voor een musical voor mijn amateurgroep, die er natuurlijk nog steeds was ergens. En hebben we later ook echt gespeeld weer. Waar ging deze over? Façade heette dat. En dat ging
over... ik had natuurlijk inmiddels heel veel mensen leren kennen in dat korte leven toen nog. En ik had al gezien dat er heel veel natuurlijk mooi weer gespeeld werd. Zeker ook in de theaterbusiness. En dat daar hele andere typetjes achter zaten dan de buitenwereld dacht dat ze, dat ze voor zich hadden. Dus daar had het deels mee te maken. Het had ermee te maken met een Amsterdamse monumentale pandjes die gesloopt moesten, zouden gaan worden voor een groot nieuw bedrijfspand. En het idee erachter was, ik was dan de slechterik in dit geval die dat nieuwe pand wilde, dat we de gevel zouden laten staan en achter de gevels het nieuwe pand zouden bouwen. Zodat we aan de ene kant de façade behielden, maar toch dat nieuwe konden optrekken. En dat liep dan synchroon met typetjes die dus niet waren wie ze waren. Nou, zo ongeveer, het is lang geleden. Ik heb er nooit meer over gedacht eigenlijk. Maar dat schreef ik toen in het AMC. En toen gingen we ook voor het eerst met live band werken. En dus moesten ook de muziekjes gemaakt worden, de melodieën bedacht. Ja, en zo ben ik toch bezig gebleven. En toen heb ik een nier van mijn vader gekregen in 1986... een jaartje gedialyseerd. En nou ja, dat moest goed gaan, want het was een familietransplantatie. Dus alle hoop daarop gevestigd. Jos Brink die zei, als je beter bent, kom je gewoon weer terug. Dat was natuurlijk wel fantastisch. En dus ik had echt hoop en ik had echt weer een toekomstperspectief en ik had weer iets om naartoe te werken. En ik kreeg die nier van mijn vader en 2-3 dagen daarna ging alles mis ineens. En kreeg ik ontzettende ontsteking. En mijn buik werd zo. Het was zo opgezwollen. En toen bleek er een absces te zitten onder die nier die ik had gekregen. Ik heb een infectie opgelopen tijdens de OK, op de operatiekamer, zeg maar. Ja, dat was 1 keer eerder gebeurd in 500 transplantaties. En ik had de pech. En degene die het ook een keer had gehad, die was dan overleden. Dus iedereen was als de dood, dat ik was toen 21... dat ik dat niet ging navertellen. Nou, dat is een heel lang verhaal. Dat is dus ook, denk ik, niet interessant nu. Maar ik heb bijna bij elkaar zo'n 10 maanden in het ziekenhuis gelegen. Jeetje. Met dan een keer een weekendje naar huis, 2 weken naar huis. Dan ging je weer wat mis, weer terug. En daar moet de nier er toch uit. Of kan die blijven? Nou, toen gingen ze het openmaken en toen moest het allemaal vanzelf, met heel veel medicijnen uiteraard en toestanden, moest het herstellen. Dus die wond groeide zonder toestanden, zonder gehechten zijn, groeide die dicht. Dat is ook een hele rare gewaarwording als je een hand van een verpleegkundige in je buik ziet verdwijnen. Maar dat ging allemaal goed. En ik was ineens iets van 62 kilo. Ik woog altijd zo'n 79, 80 in de tijd van de dans en alles. Ik was 1,86 lang, dus het was allemaal prima. Maar nu woog ik ineens 62 kilo. Nou ja, ik ging op een gegeven moment op een bankje voor het ziekenhuis zitten. Mocht ik even naar buiten. En elk latje van die bank voelde ik over mijn botten. Knak, 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 knak. Ik zag door mijn ribbenkast in mijn hart kloppen. Dat was een hele rare gewaarwording, maar ik was altijd optimistisch, altijd positief. Dus ik had zoiets van, het komt goed. Dit moet lukken. We gaan door. Ze zeggen hier dat het kan. Dus daar vertrouw ik op. En dat ging ook goed. Dan ging ik dat jaar met vrienden naar Londen. En musicals kijken en gewoon uitgaan en leuke dingen doen. En nou, ik kon haast niks. Ik was zo moe en zo dik. En ik had geen haar meer. Ik had een ontsteking gehad dat op een dag was ik wakker geworden en toen lag mijn hele kussen vol met haar en al mijn tanden kon ik bewegen. Nee. Ja. Oh. Daar had ik jaren beugels voor gedragen, maar alles zat los. Ja, het is ook wel weer redelijk goed gekomen, maar dat lijkt me een verschrikkelijk gevoel. Ja, alles was verschrikkelijk toen. Vooral omdat je zo jong bent. Ja, want je hebt zoveel ambitie op zo'n moment. Ja. Oh, zo hard gewerkt om ergens te komen. Ja. En dan het is gewoon ligt dat stil. Was ook het ergste. Ik kan je echt garanderen, nu denk ik er heel anders over natuurlijk. Maar
daar liggen, terwijl je wist dat er in het Zonnehuis, waar nog gerepeteerd werd, aan de musical werd gewerkt. Ja. De musical van Jos Brink en Frank Sanders. Met iemand anders in mijn rol, die ik later dan ook in de Telegraaf en de andere kranten groot zie afgebeeld in die grote shownummers die erin zaten, met mijn kostuum op mijn plek, want ik wist natuurlijk precies waar ik moest staan en alles. Ja. Dat was toen het heftigst, vond ik. Veel heftiger dan dat ik zo ziek was. Wat natuurlijk debiel is. Maar dat op die leeftijd, hè, en wat je zegt, al die jaren naartoe gewerkt, alles voor gelaten, alles voor gedaan, dan is dat zo zuur, dat ziek zijn, dan denk je, ja, pff, ja, tot je bijna doodgaat en dan ga je ineens heel anders kijken naar de wereld en naar wat wel en niet belangrijk is. Ja, maar dat laat wel blijken wat er eigenlijk nodig is om die prioriteiten te verschuiven. Is ook zo. Ik zie ook heel vaak mensen om me heen die zo gemakzuchtig omgaan met eigenlijk alles wat ze hebben en alles wat ze mogen doen en alles wat. Maar dan denk ik, zeg ik tegen mezelf, ja, hallo. Misschien was je ook wel zo geweest als je niet ziek was geworden, weet je. Dat heb ik in mijn leven heel vaak meegemaakt. Dat ik denk van, jongens, maak er niet zo'n punten van. Weet je, of iemand die dan de hond uitlaat en zijn vinger uit de kom laat trekken door die hondenriem. En dan, oh, wat erg, oh, dan kan ik... Dan denk ik, het is normaal. Maar aan de andere kant denk ik, nee. Als je geen ergere ervaring hebt gehad op medisch gebied, dan is dat voor jou erg. Ja, maar het lijkt me dat het ook voorbij het medische je perspectief verandert. Ja. Ik bedoel, je hebt in feite heb je een soort van, als je naar kijkt hoeveel je geïnvesteerd hebt, hoeveel je gelaten hebt, hoeveel je gegeven hebt om te komen waar je bent, je ziet een ander in feite jouw plek innemen. Dat lijkt me dat het toch wel iets, nou ja, het is een rouwproces wat je doorgaat dan. Het is ook een beetje sterven wat je meemaakt. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo. Het is, je voelt je ook heel erg, dat klinkt dramatisch hoor, maar zo voelde ik het wel, alsof je lichaam je in de steek laat. Waarom laat mijn lichaam, waar ik zoveel mee kon, hè, ik bedoel, ik kon mijn been naast mijn oren houden, bij wijze van spreken, zo lenig was ik, zoveel danste ik. Waarom is het juist dat lichaam? En ik rookte niet. Ik nam geen drugs. Ik dronk niet. Ik was echt een heel braaf jongetje. Nou, uit de polder, uit Amsterdam. Ermelo had nog wel zo zijn positieve bijwerking. Dat wel. Maar nou, ik had sowieso nooit die drang. Ik ging ook nooit met mijn zusters en mijn vrienden zo uit. Omdat ik altijd maar... ik was altijd bezig met dat vak, wat toen nog een hobby was, maar altijd om maar beter te worden schrijven. Ik lag altijd tot 4 uur 's nachts te schrijven in bed. En ik zocht altijd naar ideeën en hoe kon ik iets mooier maken. Hè? Wat ik net al zei, hoe kan het nog beter, nog leuker, nog spannender. En daar was ik alleen maar mee bezig. Dus ik had er ook niet zo'n behoefte aan om die andere dingen te doen. En mijn energie ging in al dat spelen, regisseren. Want ik heb vanaf dag 1, vond ik ook zo vanzelfsprekend, dat ik het moest regisseren. Een ander zou een regisseur hebben aangetrokken. Ja. Maar ik vond altijd, toen die verenigingen mij weigerden, die toneelverenigingen, en ik zei, dan doe ik het zelf, toen heb ik daarna ook echt alles zelf gedaan. Heb je het idee dat, omdat je al vanaf zo'n, vanaf het begin die autonomie naar je toe moest trekken, moest praktisch, maar ook gewoon deed vanuit de drang die je voelde. Dat je dat toch ook geholpen heeft op een latere leeftijd, ja, om daar weer uit te komen, waar je toen in gedropt werd door je eigen lichaam. Toen ik zo ziek in het AMC lag, kreeg ik een keer een bos bloemen van Jos Brink. En er hing een kaartje aan. Dat was een uitdrukking die je vaker gebruikte zelf. Alles is winst. En dat vond ik toen zo, dat ik dacht, hoe kan je dat nou in godsnaam zeggen? Alles is winst. Ik lig hier dood en doodziek te zijn. Alles wat ik wilde, ben ik kwijt. En alles is winst. Maar hij had gelijk. Dat is het antwoord op jouw vraag. Alles is winst. Dus doordat ik in die situatie kwam dat ik zelf moest gaan spelen, gaan schrijven, gaan regisseren, mensen moest gaan zoeken, heb ik zoveel geleerd, heb ik zoveel ontdekt. En het moet natuurlijk ook in je zitten dat je beter en beter wil worden en dat je wil leren en het altijd mooier wil maken. Maar ik moest toen. En dus ja, dat was ook winst. En dat ik niet in die musicals van Jos heb gestaan en in het ziekenhuis lag, is uiteindelijk ook winst geweest. Want daardoor heb ik geleerd om het niet zo snel op te geven. Ja.
om altijd verder te gaan. Om steeds weer, al is het niet makkelijk, de ene keer meer dan, makkelijker dan de andere keer, maar altijd weer opnieuw te beginnen. Maar je zegt het niet zo makkelijk opgeven, maar ook niet zo serieus te nemen. Ik heb als je vergelijking maakt naar iemand die al kermt om de hond die aan de riem trekt. Relativeren, ja. Dat is iets wat je keihard geleerd krijgt. En als je dat niet kunt, dan kun je het ook vergeten, denk ik. En ik heb er altijd iets mee gedaan. En ik ben ook allerlei andere dingen gaan doen, hoor, tussen het theater door. En een van die dingen was bijvoorbeeld dat ik op een gegeven moment op de Via Via bij de Gaykrant in Best bij Eindhoven ging werken op de layoutafdeling. Ik kwam toch weer een klein beetje grafische school terug. En een vriend van mij in Ermelo, die werkte voor de Gaykrant bij Henk Krol. Joop Boonstra. En die zei, je moet een keer mee. Nou, ik mee. Nou, vond ik allemaal prachtig wat ze er deden. Allemaal hartstikke leuk en allemaal leuke mensen. Maar ik vond het ook allemaal, ik was echt zo bleu als de pestman. En dan moest ik ineens daar tussen al die nichten onderwerpen en die homo's. En ik, dat is heel apart, hoor. Als je zo beschermd en bent opgevoed en hebt nooit de kans gehad om uit te gaan. Zoals nu in Amsterdam kun je overleen, hier kun je overleen. Dat was allemaal niet. Dus ik vond dat best wel, de eerste theaterbusiness met al die mensen, die toch ook allemaal een beetje anders dan anders waren natuurlijk. Mijn tante verkocht patat op de markt. Ook fantastisch. Ook geweldig. Die heeft zich altijd het Lazarus gewerkt, om het maar eventjes goed Amsterdams uit te drukken. Maar het is iets anders dan iemand die de Kleinkunstacademie heeft gedaan, snap je? Ja. Dus het waren allemaal verschillende werelden. En nou kwam ik weer in die wereld van de journalisten, fotografen. En dan ook nog allemaal homoseksueel. Dus ja, dat was... Ik kreeg er wel een beetje warm van. Maar goed, het was zo mooi om te doen. En dus deed ik het. En toen vroegen ze mij, wil je een keer invallen? Want degene die bij ons de layout doet, van de krant, die is ziek. Ik zei, nou, dat wil ik wel doen. En toen was er net een roze zaterdag in Zwolle dat jaar. En er moest een extra bijlage gemaakt worden voor die roze zaterdag. Nou, dat ben ik gaan doen. Nou, dat vonden ze zo fantastisch. Dat zag er zo tof uit. En wow, en mooi en strak. En anders en anders. Nou, oké. Okay. Nou, leuk om te horen. Een paar maanden later, ik werkte inmiddels ook in de horeca. Want we maken een hele grote stap. Ik had inmiddels mijn tweede nier gekregen. In 89 van een onbekend iemand. Iemand die verongelukt was. Tenminste, daar mag je vanuit gaan. Toen kon ik ineens alles weer. Want ik was nu, na 2 weken, was ik uit het ziekenhuis. 2 weken, daarvoor had ik maanden in het ziekenhuis. Dus het was zo'n bijna niet te geloven ervaring. Dus toen pakte ik alles aan, toen ik eruit kwam. Dus ik ben naar een uitzendbureau gegaan en ik zeg, doe maar als het maar met mensen is. Nou, toen kwam ik in de horeca te werken. Toen moest ik ineens leren dat ik gewoon hier 1, 2, 3, 4, 5 en hier 2 borden moest dragen. Ik heb mijn been uit mijn lijf gerend. Uit mijn reet gerend, wou ik zeggen. Bij deze. En daar heb ik ook zoveel geleerd. En zoveel mooie herinneringen en mooie mensen ook leren kennen. En toevallig, vlak voor corona, kreeg ik na 25 jaar weer contact met mijn chefin, de Molukse vrouw. Die mij altijd Lampu Lampu noemde, hè, wat licht betekende. En ja, geweldig, daar heb ik zo mee gelachen. En daar heb ik nou weer contact mee. Die komt over 2 weken. En ik heb daar weer heel andere dingen geleerd. Dus ik deed en de krant en de horeca. Maar ik begon ook met die stemmetjes toen. Dat was allemaal begin jaren 90. Ja. In 89 getransplanteerd. En in 1990 begon dat allemaal. Nou, en toen werd ik op een gegeven moment, ik was weer in de horeca aan de gang, werd ik gebeld, de Gaykrant. Of ik wilde invallen, want die mevrouw die toen ziek was, die was nu met zwangerschapsverlof. Nou, dat duurde dus wat langer. En toen moest ik de krant zelf gaan doen. Dan had ik meteen weer allemaal ideeën natuurlijk, wat anders kon. En ik ben ook wel iets eigenwijs. Dus ik vond dat dat beter moest en dat anders kon. En zij kwam terug van zwangerschapsverlof. En ik zat er natuurlijk nog.
Maar ik ben nog niet meer weggegaan. Want ze wilde me houden. En toen ben ik samen met haar gaan werken. Ludmila. En ja, een fantastische tijd gehad. Ik heb zoveel leuke mensen ontmoet. Ook interviews met mensen mogen doen. In het begin maakte ik nog een paar verhaaltjes van die recensies en zo. Theaterrecensies. Interviews met theatermensen. Maar dat was toch niet mijn ding. Omdat ik had altijd het gevoel, ik praat met mensen die ik misschien later nog een keer tegenkom. Kan ik alles wel zeggen dan? Kan ik alles wel vragen? Dus dan werd ik weer voorzichtig. Nou, en toen ben ik uiteindelijk die layout blijven doen. En daarnaast theater maken. En toen dacht ik, nu moet ik een professionele musical gaan doen. Want ik had bij Joost Brink die tweede kans gehad om terug te komen. En toen speelde ik in, of repeteerde voor Max Havelaar, die tweede grote musical van Jos en Frank. Mm-hmm. Maar toen liep ik een longontsteking op. En toen bleek dat ze tegen mij, de artsen in het ziekenhuis, hadden gezegd, ja, je bent stabiel na die tweede transplantatie. Maar ik was stabiel slecht. Dus het was kiezen of de longontsteking bestrijden en mijn nier kwijtraken. Mm. Of de nier behouden, maar dan ga je dood aan de longontsteking. Nou, de nier dus ging eraan. En toen was ik terug bij af. En toen moest ik dus wachten op een tweede transplantatie. Nou ja, en toen dat kwam. En toen ben ik dat allemaal gaan doen wat ik net vertelde. Ja, ja, ja. Ja. Want dan uiteindelijk kom je in Enschede terecht. Het is een hele, ja, dat is een hele grote sprong, hoor. Je gaat steeds hoor. Meer naar het oosten toe. Ja. Maar ik vind dat ook wel interessant, want het, je blijft door al jouw jaren heen heel veel zelf ondernemen. Ja. En uiteindelijk zet je een eigen amateurclub op. We begonnen helemaal in het begin begonnen we over de theaterteam Twente. Ja. En dan komt dat... maar ja, mensen kennen jou van... Tenminste, mensen uit Twente kennen jou als Edda. En kan je een beetje vertellen van hoe zoiets tot stand komt? Misschien... want het, ja. Ik ga toch dat het tussenbruggetje even, het bruggetje maken. Want anders is het maar heel... Ik vertel ook veel te veel misschien weer. En, nee, maar ik denk van het ik heb zoveel vragen. Oh, nou, ik probeer het snel te doen. Toen dat met die musicals, toen die tweede transplantatie was geweest, en ik dus twee keer een kans had gehad bij Jos Brink, ging dat geen derde keer meer gebeuren natuurlijk. Nee. Dus ik dacht, dan moet ik het weer zelf doen. Dus toen ben ik zelf weer een musical gaan maken. En daar heb ik toen professionele mensen bij gezocht. En toen zijn we het groot aangepakken. Hebben we na 4 of 5 jaar voorbereiding gehad. Want ik had een amateur musical geschreven, maar die wilde ik nu professioneel maken. Nou, eerst kom je met allemaal mensen in contact die er iets mee willen. Zo heb ik onder andere met de zoon van Toon Hermans hebben we nog een project gedaan om het voor televisie te maken, maar dat liep ook niet goed af. En ik denk, nu ga ik zelf een professionele voorstelling maken. Hebben mensen bij elkaar gezocht, allemaal mensen die ik inmiddels kende uit mm-hmm. het vak. En mensen die we via audities erbij kregen. En toen hebben we, geloof het of niet, hebben de première gehad in Carré in Amsterdam met mijn eigen musical. Nou, dat zat het hele AMC aan personeel, had ik allemaal uitgenodigd. Ook de arts die hadden gezegd, dat kun je nooit meer. Dus dat was een overwinning, dat was een feest, dat was heerlijk. Maar het was ook zo'n duur verhaal. En we werden zo weggezet en beconcurreerd. En oh, ja, er werd heel slecht over ons gesproken. Want ja, we waren natuurlijk stellig idioten. Wat verbeelden wij ons wel? Wat verbeelde ik me wel dat ik dat kon? En dat heb ik 7 jaar volgehouden. En toen was ik er helemaal klaar mee. En toen, ik heb nog Kluchten gedaan. John Lanting, Theater van de Lach, stopte. Toen ben ik nog met de mensen van Theater van de Lach verder gegaan. Maar het was alleen maar, het was water naar de zee dragen. En ja, ik denk, dat kostte ons alleen maar geld. Mm-hmm. En toen zijn we failliet gegaan. En toen dacht ik, nu doe ik het nooit meer. Nooit meer. Nare toestanden, nare mensen, nare sfeer, nare... Nee. Dus je was eindelijk in de professionele wereld terechtgekomen. Of het heel plat te juist. Zeggen. En nu moest ik het ook weer zelf doen. Ja. Want ik had een producent gevonden die die musical van mij zou produceren. Maar die bleek de boel te blazeren. Mm. Dus toen vlak... We hadden de voorstelling al verkocht aan de theaters.
En toen, vlak voordat we gingen spelen, waren ze met de Noorderzon vertrokken. En dus gauw een soort veredelde bezemkast gehuurd in Diemen. Dat werd het kantoor. En daar zijn we de musical gaan produceren en gaan spelen. Nou, toen was dat gebeurd. Inmiddels had ik iemand ontmoet die woonde in Noordhoorn. Ik was hier een keer in de regio, had een voorstelling gespeeld en daar kwam ik hem tegen. En die woonde in Noordhoorn en daar ben ik 7 jaar mee geweest. Dus ik heb ook een aantal jaren over de grens gebivakkeerd. Maar ik was helemaal klaar met theater. Ik denk, ik ga alleen nog stemmen doen. Dat deed ik wel. Reed ik van Noordhoorn naar Hilversum. En toen die relatie uitging, toen kon ik 3 dingen doen. Mijn toenmalige beste vriend, Peter van der Vorst, die ik bij de Geekland had leren kennen, die zei, kom toch lekker naar Amsterdam. Mijn familie zei, kom toch lekker naar Harderwijk. En mijn beste Duitse vriendin zei, kom toch lekker naar Frankfurt. Toen dacht ik, nee, ik blijf lekker in Enschede. Dus toen ben ik van Noordhoorn naar Enschede verhuisd. Ik had eigenlijk niks. Ik zat op de grond op een handdoek. Ik had geen stoel, ik had geen bank. Ik had wel mijn oude tv en al mijn boeken en al mijn video's. En zo'n bak beest van een computer inmiddels. Want daar schreef ik inmiddels alles op. Ja, en toen ben ik vanuit daar de boel weer gaan opbouwen. En toen kwam ik iemand tegen, die had hier een theater. Dat was al 2 weken nadat ik hier was gaan wonen. Kwam ik iemand tegen, die had een toneelgezelschap, Swissel heette dat. En dat had hij... Hij kwam uit een relatie en die jongen die had verlaten, of hij hem, dat weet ik niet, die had de theaterobers opgericht. Dat bestaat nog steeds. En Swissel, dat was wat die andere jongen had opgericht. En daar ben ik toen bij gaan spelen. En die zei van, ja, je moet meegaan, joh, we doen dinnershows in Tillichten. Ik heb nog nooit van Tillichten gehoord. En dinnershows, ik denk, daar zag ik heel veel toeters en bellen bij. Ik denk, nou, oké, okay. Ja, ga maar mee. Je kan meteen meedoen vanavond. Ik zeg, huh? Ik zeg, wat, ik weet niet wat ik moet doen. Wat moet ik zingen? Pasje? Dat komt vanzelf. Je bent onze stagiair. Ja, ik heb dat... Het was zo anders dan ik had verwacht. Maar het was zo weer zo'n ervaring. Ik kwam tussen allemaal mensen die heel plat Twents praten, waar ik geen zak van verstond in het begin. En... ja, ik moest ineens... Ik speel wel de ober die hier werkt en moet blijven hangen, omdat het theaterclubje van jou niet compleet is. En dan moest ik zogenaamd helpen in die voorstelling. Dat was een bijeengeraapt zootje. Dat was een georganiseerde chaos, zeg maar. Dat was het, want het was natuurlijk allemaal wel... Al 100 keer hadden ze het al gespeeld. Het was altijd succes. En ik speelde dan de ober die de pest in kreeg dat hij moest overwerken. En die idioten moesten helpen. En dan ging ik aan de drank. Dus ik werd zogenaamd stom dronken. Nou ja, ze moeten zien, die gasten. Hè? En ze noemden me in die tijd altijd, je lijkt op Gordon. Ik zeg, donder toch op. Ik zeg, ja, kun je ook zingen dan? Ik zeg, nou, beter dan die Gordon. Ah, je hebt te veel op, jij. Nou, dan op een gegeven moment, op het eind van de avond, dan pakte ik die microfoon en dan zong, You Never Walk Alone. Nou moet je hier zingen natuurlijk. Een dag ging eraf. Nou, en zo is het een beetje begonnen. En toen wilde die eigenaar van Kakelbond in Tillichten, die wilde een nieuwe dinnershow. Want dit was al 13 jaar gedaan. Ja, maar degene die dat gedaan had, die had er eigenlijk niet zoveel behoefte aan om helemaal iets nieuws weer te maken. En die deed al zoveel andere dingen ook. Ik zeg, zal ik het dan doen? Kun je dat? Ik zeg, ja, kan ik wel. Ga ik doen. En in die voorstelling zat een travestie act die die jongen deed. Patrick heet hij. En die deed een beetje oogschaduw op en soms een pruik. En andere keer, als hij zijn pruik vergeten was, wikkelde hij een handdoek op zijn kop. Dat was allemaal, komt maar goed. Het kwam ook altijd goed. Ik denk, nou, als Patrick nou Patricia wordt, dan speelt Eddie Edda. En dan maken we het op die manier een... Maar daar had hij niet zoveel zin in. Toen dacht hij, ja, nou, Edda is er nu. Dan maak ik maar Edda's nightclub van. En zo is het begonnen. En Edda is ontstaan uit de Roze Zaterdag in 2004. Omdat diezelfde jongen, die Patrick, met 3 anderen... een playback act deed op de Roze Zaterdag van 2004. Maar een van die jongens werd ziek of ik dat wilde doen. Ik zeg, doei. Ik zeg, ga niet op hakken en ik kan ook niet playback. Ik vind allemaal niks. Je hebt toch bij Jos Brink op hakken gezegd? Heb je zelf verteld? Ik zeg, ja, dat is 30 jaar, 40 jaar geleden. Zeg, schrijf uit. Nou, ik heb het toch gedaan natuurlijk.
Dat was op dinsdag en zaterdag moest het klaar. En een paar maanden later was er weer iets in een kroeg. Want het was gewoon in een kroeg. Het was hartstikke leuk. For you. Die kroeg bestaat niet meer. Het was aan de Molenstraat. En toen vroegen ze of ik nog een keer iets wilde doen. Maar hoe heet je dan? En toen moest ik nadenken over een naam. En toen zei ik... Edda. Nou. En toen ben ik... een playbacknummer gaan doen. Maar toen heb ik gezegd daarna... ik wil het live zingen, want ik vind helemaal niks. Dat playbacken. Dat heb ik toen gedaan. Ja, en dat werd toen gehoord. En men sprak erover. En Danny de Vries, die een communicatiebedrijf had... hier in Enschede. Die is nu burgemeester ergens. Ja, iets heel anders dus. Maar die zei, je moet ermee doorgaan. En die sleepte me overal heen. En er was een opening en er was weer een feest... en. Nou goed, dat dus Edda kreeg een beetje een naam. En toen gingen we die show in Tillichten doen. En dat werd gezien door Frans Lohuis van Bulke. Die zat in de zaal bij de allereerste voorstelling. Die zei, wauw, dat wil ik bij mij in Bulke hebben. En toen uiteindelijk, en dat was volgens mij toen in 2005 of 6. Nee, in 5. Toen hadden we elke laatste donderdag en vrijdag van de maand... hadden we Edda's dinnershow in het Bulk. En er werd de hele Bulken verbouwd, dat konden ze als geen ander. Er kwamen tafels in kroonluchters, een toneel, glitters en veer. Alles werd uit de kast getrokken. Nou ja, dat was een feest. En dat zat altijd goed gevuld. En op een gegeven moment zat het altijd vol. En dat hebben we jaren gedaan. En toen hebben we het later ook nog in de jaargetijden gedaan. En toen was jij er volgens mij al bij. Nou, jaargetijden heb ik al niet meer meegemaakt. Oh, toen was je alweer weg. Ja. Hoe lang ben je? Je bent niet zo lang bij geweest. Jaar. Maar je bent wel degene geweest die mee op de boot was. Ja. In Amsterdam. Jeetje, ja. Dat is ook de eerste keer. 2007. Dat is de eerste keer dat ik inderdaad zo door Amsterdam ging, ja. Want ja. Dat was, Enschede was de eerste stad. De boot van waar wij op stonden was de eerste stad die meedeed als stad zijnde, gemeente Enschede, aan de Kennel Parade. Ja. En tante Edda moest toen voorop. En voor de reclamecampagne, vergeet het ook nooit, jij en Tos, geloof ik, in van die matrozenpakjes. Maar het heeft wel een lol gehad, hè? Dat was fantastisch. Ik had helemaal geen idee waar ik aan begon. Ik ging prima, ik heerlijk mee. Ja. En het was fantastisch. Ik had ook geen idee. Ja. Ik stond daar 5 uur, was helemaal dik gesminkt, maar ik was nog verbrand na afloop. Ja, ja. En ja, met een hengeloos orkestje hadden we aan boord. En Marcel Spijkerman als DJ, geloof ik. Van TV Oost. Ja, dat was geweldig. Maar dat, ja, zo is dus dat dus een beetje ontstaan, dat Edda-verhaal. Ja. Ja, want dan... je zei eerder, we hebben even getelefoneerd ook... en zei van, ik doe wel dan die act, was Edda. Maar natuurlijk geen travestiet. Maar wat, nee. Is dan, maar wat is dan het verschil tussen iemand die zich af en toe verkleedt als Edda... en dan op een podium gaat staan en een travestiet? Ik denk dat je het op verschillende manieren kunt bekijken... kijk, een drag queen, dat is iemand die er echt een kunst van heeft gemaakt... om er als een vrouw in de mooiste creaties, die ze vaak zelf ook nog zelf maken, uit te zien. Hey, RuPaul's Drag Race, heb je wel eens van gehoord, denk ik. Ja. Nou, dat is wereldwijd een enorm succes. Daar moet je ook maar eens naar kijken. Je weet maar dat niet, is dan gaan ze hardlopen... Nee. Oh, okay. Je ziet, nee, het is een drag race. Dat betekent dat wie is de mooiste, beste travestie van Amerika. En maar daar gaat alles, elke uitzending gaat erom dat mensen hun creativiteit, hun talent op allerlei vlakken moeten gebruiken om die aflevering te winnen. En na een x-aantal afleveringen, maar je weet niet wat je ziet daar aan make-up, aan kapsels, aan kostuums, wat ze allemaal zelf moeten doen. Het zijn ook ontzettend, ze haten elkaar, ze houden van elkaar en ze bevechten elkaar. Dat is soms te lelijk voor woorden, zoals ze zijn, naar elkaar toe. Maar wat ze maken, ja, Edda is daar niks bij. Edda is ook gewoon een gezellige tante. En dat zijn echt drag queens. En travestieten zijn over het algemeen mensen die het leuk vinden om zich te verkleden als vrouw. Al is het maar voor het uitgaan of zo. Hè. Dat zijn er ook zelfs die langer en vaker als vrouw door het leven gaan. Maar over het algemeen zijn het mensen die dat voor het uitgaan leuk vinden. Of achter een bar werken en dat combineren met een soort travestie act. Ja.
Dat heb ik natuurlijk vroeger in Amsterdam ook allemaal gezien, maar dat was niet mijn ding. Nee. Dat was niet mijn ding. Het was niet zo dat jij, als je uitging in Amsterdam, dat je dacht van, nee, ga ik helemaal uit. Echt niet. Nee, oh god, ik kroop liever weg in de hoek. Ja, echt. Ik zit nu zo mijn verhaal te vertellen. Ik hoor het me ook allemaal zeggen. Maar ik was altijd zo verlegen en bleu in heel veel dingen. Geloof mij, echt, dat is zo. Of dat was zo. Ja, het is nog wel een beetje zo. Maar nee, dat is het niet. Ik ben dat gaan doen. Net als dat ik die boerin speelde op die afscheidsavond van de lagere school. Omdat ik vond dat er zoiets in het programma moest komen. Ja. De Roze Zaterdag in Enschede in 2004 ben ik het gaan doen omdat ik gevraagd werd omdat er iemand was uitgevallen. Ik ben het daar later nog een keer gaan doen omdat die man van de kroeg het zo leuk vond en zei, kan je, nou. Dus het is niet omdat ik daar zo'n behoefte aan had. Maar je kan het misschien meer vergelijken met die Australische acteur, terwijl ik me daar niet mee wil meten, want die man is mega goed en ja, wereldberoemd. Dame Edna, heb je wel van gehoord. Lijkt een beetje op Edda, maar dat is dan echt ook het enige toevallige, hoor. Ja, want ja. Ik bedoel, mijn naam, Eddie, Edda, dat, en ik had een vriendin in Duitsland die Edda heette, dus het was snel gemaakt, die keus. Maar die man, die speelt allerlei karakters. En is een acteur die allerlei types speelt. En één daarvan is Dame Edna. En ja, die is wereldberoemd, speelde voor de Engelse koningin en noem maar op. Maar dat is ook een acteur die een vrouw speelt. En dat is meer wat ik doe. Ja. Dus ik kruip in de huid, zoals het dan zo mooi heet, van Tante Edda. En het leuke eraan is, ik kan alle dingen roepen en doen die ik als Eddie nooit zou roepen en nooit zou doen. En het voordeel van iemand als Tante Edda is ook nog dat je er eens een keer anders uitziet dan in een pak of met een broek of met een jasje. Want Tante Edda houdt van een glittertje en een veertje. Tante Edda zegt altijd, nu de kinderen de deur uit zijn, is het mijn tijd. En ik heb mijn pruik en mijn veren en mijn boa's van zolder gehaald. En nu ben ik aan de beurt. Nou, en zo maakt ze ook haar programma's en zo staat ze in het leven. En dus dat heeft weinig tot niks met travestie te maken. Nee. Het is het omkleden, het verkleden naar een vrouw, dat is travestie. Maar ik ben geen travestiet. Ik ben een acteur die een vrouw speelt. Ja, ja. Ja, want Edda, dat, als ik jou als Edda zag, dan was het ook echt Edda. Dan was daar, ja, je herkent wel natuurlijk dat jij het nog bent. Tuurlijk. Dus, ja. Maar het is wel echt zo gespeeld dat het echt een heel erg identiteit krijgt. Dus zo heb ik het altijd ervaren. Nou, gelukkig. Ja, dat is ik mooi om te horen. Nee, maar het was ook bijna alsof er een soort van tweede persoon bestond. En dat, ja. en die kwaliteit van Edda, als de mensen binnenkwamen, iedereen kende je bij de voornaam. Iedereen kon je daarna gedurende de show ook nog gewoon bij naam noemen. Ja. Een uitzonderlijk geheugen. Ja, dat is nou, ik heb helemaal niet zo'n goed geheugen, maar dat zijn van die dingen die moeten dan. Mm. Voor die van mij, hè, moeten ze. En ook de shows hier die we tot 2019 in de Kleine Willem hebben gespeeld. Ik stond altijd bij de deur en gaf iedereen die binnenkwam een handje. Een jaar later was het bijna alsof je doodvonnis tekende als je iemand een hand gaf. Afstand, weet je nog. Ja. Corona. Ja. Maar toen gaf ik iedereen nog een handje. En dat had meerdere redenen. Ten eerste, ik wil iemand in de ogen kijken. Want dan kon ik zien, oh, die is een beetje verlegen. Die moet ik met rust laten. Die is nog wel verlegen, maar dat is een feestbeest. Die gaat straks aan de drank en dan wordt het helemaal te gek. Die gaat zeker aan de drank, maar dat is niet meer leuk. Die laat ik ook met rust. Dus ik had al een soort inschatting kunnen maken van wat ik verderop in de avond kon gebruiken. Daarnaast inderdaad hoorde ik namen die ik heel vaak later op de avond nog wist te herinneren en kon roepen vanaf het podium. Wat natuurlijk heel bijzonder is voor die mensen, om dan ineens je naam te horen. Dus het had een doel dat ik dat onthield. En in dagelijks leven onthoud ik niet zoveel. Eerlijk gezegd. Nee, echt niet. Nee, ik ben nu de wijn ook weer vergeten. En dat cadeautje wat ik mee had willen nemen. Maar ja, goed. Dus ja. Maar dat is dan heb je het idee dat je daardoor, door dat soort aspecten te integreren in je act, dat je daarmee die show dan ook echt een
een niveau kan brengen, ja, waar hij anders nooit zou kunnen, ja, komen. Daar ben ik van overtuigd. Allereerst dus, hè, wat ik zeg, mijn voordelen, maar het heeft ook voor het publiek, voor de mensen die binnenkomen, een voordeel. Want A, is het een verrassing. Degene waar we een kaartje voor hebben gekocht staat bij de deur. Dat is wel heel raar, dat zie je nooit. Hè? Geeft een hand en zegt leuk, veel plezier en bla bla. En dan sta ik meestal in een gewoon avondjurkje, stond ik dan. En dan begon de band te spelen, zaten in de zalen, waar de prachtig, hè, het Wilming Theater had het fantastisch geregeld. Had een catwalk en allemaal mooie echte voetlicht. En het zag er echt uit als een ouderwetse nachtclub. Allemaal tafeltjes met lampjes op tafel. Heel veel rood. Nou ja, precies dat wat het moest zijn. En dan ineens begon de band te spelen. En dan kwam ik, die net bij de deur stond, in een gigakostuum. Kwam ik op en deed ik het openingsnummer. Die kenden we al. Die persoon die daarop komt, die ken ik. Die heb, ja, ik net een hand gegeven. Dus je schept meteen een band. Daarom deed ik het ook. Dus om namen te horen, om mensen in te schatten, maar ook om mezelf al te introduceren, waardoor er niet een wild vreemde opkwam. Nou, en dat werkt gewoon. Ja. En dat heeft altijd gewerkt. Heb je het idee dat Edda toch op een bepaalde manier ook een onderdeel van jouw persoonlijkheid is? 100%. Ja? Kan niet anders. Ik denk dat het voor elke rol geldt. Je moet er altijd iets in stoppen wat van jou is. Om, nou, neem een voorbeeld. Als jij ergens over liegt in je leven, moet je het zelf geloven voordat een ander het gelooft. En, ik bedoel, als ik tegen jou zeg, ja, het spoor was dicht. Geloof je mij toch niet? Als ik tegen jou zeg van, sorry. Maar ja, en stoplicht. En het spoor dicht. En mijn auto sloeg 3 keer af. Dan heb ik dat bedacht onderweg. En dan geloof jij dat eerder. Dan zeg, ja, en het spoor. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat is een heel stom voorbeeld. Maar je moet eerst zelf geloven in wat je zegt, voordat een ander het gelooft. Nou, en als jij gelooft dat tante Edda, als ik geloof dat tante Edda een fijne avond wil bezorgen aan die mensen, en dat ik eigenlijk een beetje een doorgeslagen huismoeder ben die zegt van ik ga lekker gek doen. Dan ga ik lekker gek doen en dan ga ik die mensen een leuke avond bezorgen. En ik heb altijd iets met nostalgie gehad, omdat we in Nederland gewoon prachtige theatermensen hebben gekend die prachtig werk hebben geleverd. En dat hoor je niet elke dag meer. En ik heb het laatste seizoen hier voor corona in de Edda Show hebben we Harry Banning als hoofdgast, dus aanstekens, genomen. En al zijn werk, want iedereen kent hem natuurlijk van de liedjes met Annie M. G. Schmidt, maar die man had zoveel meer gedaan. Die heeft ruim 5000 composities gemaakt. 5000, hè. Is niemand die dat heeft geëvenaard. En ik had wel eens uitgerekend toen, in die tijd, dat als we elke avond een programma zouden maken met een x-aantal nummers, zodat we 2 uur op toneel stonden, moesten we 3 maanden dag in, dag uit spelen om al zijn liedjes te kunnen zingen. Ja, dat is belachelijk. Dat is echt belachelijk. Maar dat hebben we gedaan. En er moet dus iets in van herkenning, van nostalgie. Dat klinkt allemaal heel oudbollig, maar we houden er toch allemaal van. Iedereen houdt wel van een keer terugkijken weer naar toen. Ja. Ja, of je moet een ontzettend rot verleden hebben gehad. Hè? Maar mensen willen altijd wel de dingen die toen zijn blijven hangen en inmiddels dat het weer even terugkomt. Nou, dat kon Edda gewoon heel goed. En daar geloofde ik ook in. En dus komt het, zoals jij dan zo mooi zegt, van je was het gewoon. Ja, werd het toch echt een, ondanks dat je zag dat de man met een jurk was, werd het tante Edda. En dat geldt ook voor Sinterklaas. Ik zie alle Sinterklaasfilms. Ik kijk elk jaar, dan heb ik soms letterlijk figuurlijk zo'n baard van al die Sinterklaas-afleveringen van het Sinterklaasjournaal. Waarom? Als wij de theatervoorstellingen in het Wilming Theater spelen, doen we ieder jaar spelen we 2 voorstellingen achter elkaar op 1 middag. Dan zitten er zo'n 1500 kinderen bij elkaar te kijken. Dan zit er in het verhaaltje wat we dan spelen, er is altijd iets weg of er is altijd iets kapot, een bekende werkje. En dan komt Sinterklaas altijd pas zo'n beetje na 20 minuten voor het eind. Want dat moet die spanning opgebouwd. Oh, en dan komt, nou, en dan kom ik dan. En dan heb ik het ook altijd over wat er in het Sinterklaasjournaal is gebeurd. En de kinderen weten dat. Die zeggen dan van, oh dat, en je was nog met je helikopter. Nou, maar dat kan ik niet doen als ik me niet voorbereid. Ja.
Dus ook daar, iedereen zegt al, of iedereen zegt altijd tegen mij: wauw, ben je mooie Sinterklaas. Ja, dat is de baard. Ik heb helemaal het pak van Bram van de Vlucht, van de oude Sinterklaas. Hè? Zo'n pak heb ik. Datzelfde soort, zo'n soort baardstel is er voor mij gemaakt. En als je dan de stem erbij doet en de motoriek aanpast en je weet wat er allemaal gebeurd is, wat ik dan zogenaamd als Sinterklaas op televisie beleefd heb, dan heb ik het ook beleefd. En dan kan ik met die kinderen erover praten. En dan denk ik dat je het doet zoals je het zou moeten doen. Je was vroeger als kind al verkleed als Sinterklaas. Ja. Maar had je ooit het idee gehad dat je die rol op die manier ook echt zou gaan vervullen? Nee. Ik heb het later, ik heb het al eens een keer gespeeld. En toen ik hier net kwam wonen, diezelfde jongen die het toneelgezelschap hier had, die speelde ook wel eens Sinterklaas. Hij had ook zo'n kostuum, iets wat erop leek. En daar heb ik het een paar keer voor gedaan. Nou, toen riep iedereen al: wauw. En doe die stem, joh. En zoals je. Ja. En zo trad ik ook voor bedrijven op namens die toneelvereniging. En een van die dames die onderdeel uitmaakt van het Sint-Nicolaas Comité Enschede, Marloes Wagelaar, die werkte toen bij Tubantia. En daar trad ik op. En ze zei: als ooit onze Sinterklaas stopt, wil ik jou. Nou, en in 2012 belde ze me inderdaad. Ze zegt: onze Sinterklaas gaat er over 2 jaar mee stoppen. Die heeft het dan 25 jaar gedaan. Zou jij dat willen doen? Ik zei: natuurlijk. Nou. En toen heb ik 2 jaar naast de toenmalige Sinterklaas van Enschede, hij deed dan de intocht. En hij deed de voorstelling bij de kidsclub van FC Twente. En dan deed ik de winkelcentra en het ziekenhuis en noem maar op. En toen hij wegging, hebben we een afscheidsshow voor hem gemaakt. Dag Sinterklaasje. En dat speelden we dan in het Wilming Theater. En het Wilming Theater vond het zo geweldig dat we als de stad Sinterklaas van Enschede in het Enschedese theater een Sinterklaasvoorstelling gingen doen. Of we dat dan wilden blijven doen. Nou, dat wilden wij heel graag doen. Dus vanaf 2015 ben ik ook de intocht gaan doen en alle andere acties. Dus op de boot aankomen met het paard, op het paard door de stad. Kan je goed paardrijden? Ja, ik had een manege natuurlijk, vroeger. Ja, daarom. Maar ik moet je wel zeggen, vroeger was het minder eng, hoor. Ja? Ja, meerdere redenen. Je wordt, als je ouder wordt, wat voorzichtiger. Daarnaast, vroeger met paarden deden we mee aan wedstrijden. Of je maakt een mooie bosrit. Maar nu moet je op zo'n paard door heel veel kinderen, door heel veel mensen die allemaal enthousiast en drugs aan het doen en geluid en muziek. En, maar ja, het paard wat we tot nu toe hadden, die was gek op muziek. En dan zorgde we altijd dat er een van de fanfares vlakbij liep. En dan ging hij er mooi achteraan. Maar dan nog moet je natuurlijk wel in de gaten houden. Dat je, die kinderen willen heel graag aan Sinterklaas een handje geven. Ja. En een tekening. En ja. Ja, dan ben ik ook dat ik het wel heel graag aan wil pakken. Maar ja. Mag ik dat weer niet doen? Maar ik ben er niet bang voor. Ook niet voor het paardrijden. Waar ik wel bang voor ben, is dat ik door een achterlijke actie uit mijn rol zou moeten vallen. Nou, moeten vallen. Ja, moeten vallen, omdat ik anders van het paard vlieg. Ja. Ik heb dat een paar jaar geleden bijna gehad. Toen stonden we klaar om aan de intocht door de stad te beginnen. En we hadden verzameld achter de mensen. En het is net als in de Kennel Parade in Amsterdam. Die boot moet daar en die kar moet daar. En dus heel gedoe om dat te formeren. En ik sta daar maar op Americo te wachten. Boven op de Prinsessentunnel, waar allemaal auto's onder me doorschieten. En die je ook kunt zien. En toen schrok het paard. En toen zat ik als een soort Zorro, zat ik boven op zijn rug. En daar waren gelukkig nog niet veel kinderen bij, want we moesten er nog aan beginnen. Maar ja, dan zit je echt als stijgerend paard. En dan zit je daar mooi met je mijter en alles. En ja, dan heb ik het wel benauwd. Want ja. Ik denk, ik moet nu nog dat hele stuk, hè. Dus, maar nee, voor het paard zelf ben ik nooit bang. En bang voor de situatie die kan ontstaan, ja, inderdaad. Ja. Ja, wat heb je het idee dat als je een Edda
in een nachtclub situatie met rode lampjes en toch wel een pikante humor af en toe. Dat daar heel veel verschil is. De pikante humor zit er natuurlijk niet in. Maar de manier waarmee je met het publiek omgaat, ik kan me voorstellen dat daar toch weinig verschil is dan. Weinig verschil? Weinig verschil of heel veel verschil? Nee, je pas je altijd aan als je een bepaalde rol speelt aan het personage en aan met wie je samen speelt. Publiek speel je ook mee samen. Dat is jouw tegenspeler. Ja. Je speelt anders ook als jij naar familie, neefjes en nichtjes gaat. Je praat anders met kinderen dan met de vader en moeders van die kinderen. Dus dat gaat in feite vanzelf. Nee, maar omdat je als Edda bij de deur gaat staan en je bekend gaat maken, speel je in feite, dat doet het Sinterklaasjournaal al voor jou. Ja. Op een bepaalde manier. Ja. Dus op die manier heb je al die verbinding met je publiek. Ja. Dus je kan, maar ja, je kent natuurlijk niet, je zou al de namen van de kinderen moeten kennen, maar die ken je natuurlijk niet allemaal. Oh, maar die kinderen zijn zo geweldig. Ze dragen altijd mutsjes met hun naam erop. Ja. Ole. En dan staat dat zo boven je hoofd. En die kinderen zoiets, hoe weet je het? Op school krijgen ze altijd papieren, pietenmutsen of mijtertjes en dan staat hun naam op. Was dat daarom? Ik dacht dat als je dan aan de kant legt, dat je weer weet welke van jou was. Nee. Jeetje, wat slim bedacht. Dat is heel slim bedacht. Dat is gewoon heel slim bedacht. Ja. En nu werk je aan een kinderboek. Ook. Of had ik dat nog niet mogen zeggen? Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat weet ik niet. Nee, ik wou alleen nog antwoorden op je vraag, Sinterklaas. Oh, ja. Als pikante, als ik voor alleen volwassenen speel... Dan wordt het een soort van Jiske Vet met Hans Steeuwen. Oh, dat is zo fijn. Nee, ik blijf keurig in mijn rol. Exact hetzelfde als ik altijd bij de kinderen doe. Alleen, ik ben veel scherper. Ik ben natuurlijk veel sneller. En dan komt de Edda-knop gaat om... Want dan mag ik reageren op mensen die natuurlijk altijd een domme of schunnige grap maken naar Sinterklaas. Of altijd iets stoms willen zeggen. Want ze zijn ergens altijd nog kind. Als ik zo als Sinterklaas daar ben, volwassenen hebben ook nog zoiets van, oké. Nou, maar er zijn er een paar stoer of die hebben al een paar borrels op. En dat is zo fijn om te doen, want kinderen moeten in het verhaaltje geloven. En die grote... moet op een donder krijgen als ze denken mij te pakken kunnen nemen. En dat doe ik dan ook. Dat is heerlijk om te doen. Die kinderlijkheid die blijft ongeacht de leeftijd nog wel... Oh, ik heb wel dat ik met voorbereidingen, ook als ik huisbezoek... want ik blijf altijd huisbezoeken doen, omdat ik dat zo leuk vind. Heb ik tot nu toe altijd gedaan. Naast de shows en naast de grote dingen. Dan krijg je informatie natuurlijk voor in het grote boek. En ik ben bij families geweest. Ik heb een hele aflevering over volkletsen. Doen we niet. Maar daar kan ik je verhalen over vertellen, hoor. Maar... dan kreeg ik wel info en er stond er... zij gelooft nog en ze wil dat en ze heeft dat gedaan... heeft diploma gehad, bla, bla. En hij is nu al 12, hij gelooft natuurlijk al lang niet meer... dit en dat, zus en zo. En als ik dan binnenkom, in 9 van de 10 keer bij die van 12 jaar... als ik dan met die stem en dan hem ook aankijk zo... Hè Peter, nou... Ik ruik de peper nog altijd... Ja. Daar zie je hem. Wie is die gek? Wie is die gek die dit zegt over mij? Dat zie je gewoon. En dat is, dat zit er dus ook bij volwassenen, bij grotere kinderen, maar ook bij volwassenen altijd nog een beetje in. Dat is heel grappig. Ja. Kinderboek. Ik heb want we hebben het over kinderen. Ja, probeer erop. Ik denk, de tijd is bijna om, joh. Ik moet. Moet opschieten. Ik heb geen idee hoe laat je thuis moet zijn. Het is al ik bijna hoef helemaal uur niet naar huis. Ja, het is 1 uur naar morgen voor het ontbijt. Ja. Nee, maar ik doe sinds een aantal jaar ook weer door tante Edda. Doe ik veel voor Avelijn. Wat is Avelijn? Avelijn is een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. En Judith Hartman, de voormalige directrice van het Wilming Theater... en nu van RTV Oost... die speelde altijd een rol in de jury van Avelijns Got Talent. Een talentenjacht waar mensen met een beperking mogen zingen... playbacken of met de artiest meezingen. Helemaal echt letterlijk en figuurlijk in de spotlights worden gezet. En in de voorrondes, je hebt audities, voorrondes... zit er dan een jury. En Judith Hartman speelde dan tante Sjaan uit de Jordaan. En die kon een keer niet. En ze zei, wil jij als tante Edda niet daar gaan zitten?
Of als Edda, want tante Edda ben ik geworden door Avelijn. Ik zeg, nou ga ik als Edda zitten, natuurlijk leuk. 1 april 2016, vergeet het nooit, in het Cultuurhuis in Borne. Nou, dat was zoiets prachtigs. Dat vond ik zo ontwapenend, zo eerlijk, zo echt, zo mooi, zo vrolijk. Dat ik denk, nou, als ze me weer vragen, zeg ik meteen ja. Nou, daar hoefde ik niet aan te twijfelen, want ik ben vanaf dat moment niet meer weg geweest. En ik ben vaker in de jury gegaan, ook met Sjaan, tante Sjaan erbij. Dat we er gewoon samen in zaten. Ja, dat is gewoon een feest om te doen. Dat is zo dankbaar, dat is zo heerlijk, dat is... Ja, in Ermelo hadden we heel veel instellingen voor mensen met een beperking. Dat heette toen nog heel anders. Heel vreselijk. En daar werd ik als kind mee geconfronteerd. We moesten ook als schoolklas moesten we daar naartoe. Naar zo'n gesticht noem ik het maar, want dat was echt vreselijk. En dan werd je als 14, 15-jarige met mensen met een beperking, die toen een heel anders heette, werd je geconfronteerd. En dat vond ik schokkend. En ik vond het ook als ik ze tegenkwam in de stad, door al die rare ervaringen die we ook via die school, dat uitstapje hadden opgedaan. Ja, vond je het altijd toch een beetje eng, een beetje anders. Het is, ja. En nu, doordat ik dit ben gaan doen, je moet heel normaal tegen ze doen. Je moet heel normaal met ze praten. Ze zijn ook net zo gek, net zo goed, net zo wijs, net zo dom als jij en ik. Maar op een ander niveau. En waarom ging je met school dan daar naartoe? Nou, daar bij ons in Ermelo waren diverse instellingen. En men vond schijnbaar dat je een soort uitje was het. Ja, vraag mij niet waarom. Maar ik vond het niet leuk toen. Hmm. Heb ik een heel verkeerd beeld doorgekregen. Maar dit is helemaal hersteld. Want Michael, met wie ik... ken je Michael? Eigenlijk? Ik ken Michael, ja. Ja, natuurlijk ken je Michael. Ja, daar ben ik nu al 17 jaar mee. Die werkte altijd ook in de zorg in Nederland en daarvoor in Duitsland. Met meervoudige gehandicapten. Dus die zijn en verstandelijk, maar ook lichamelijk nog eens een keer beperkt of gehandicapt. Mm-hmm. Wie het noemen wil. En die zei een keer, je moet mee als tante Edda, want het is leuk. En ze gaan een modeshow doen, moet je presenteren. Nou, dat was nog voordat ik bij Avelijn. En dat was al zo mooi. En ik weet nog, vergeet het nooit meer, dat ik deed de presentatie. En de hoofdgast was Thomas Berger. Nou, die kwam. Nou, die cliëntenjongen, die trok hem bijna de broek en de hemd van het lijf. Want die vond alles prachtig aan hem. En handtekeningen en op de foto met hem. En dat vond ik zo iets puurs, wat ik net zei. Zoiets. Ja. Ik denk, ja, dat is toch onvoorstelbaar. En zo, nou, mijn tante Edda, gewoon met mij praat alsof ik echt een vrouw was ook gewoon. Hè? Ik had het nog nooit beleefd, joh. Nou, en toen ben ik dus bij Avelijn per ongeluk erbij gekomen. En ja, ik doe nu van alles voor Avelijn. En met de cliënten van Avelijn ben ik begonnen samen met John Gaasbeek aan een musical. John Gaasbeek was een van de muzikanten van de songfestivalwinnende groep Teach In. En daar heb ik heel veel dingen inmiddels mee gedaan. Hij heeft ook in de Edda Show gespeeld. Was hij een van de muzikanten. Pianist en later bassist ook. En met hem ben ik een musical gaan maken voor en met cliënten van Avelijn. Naar een idee van een cliënt van Avelijn. Die wilde een musical maken. En aan de hand van haar idee ben ik het script gaan schrijven. En ben ik liedjes, melodieën gaan maken. Met John gaan uitwerken. En hebben we ook gerepeteerd. We hadden een dubbele cast. Dus alle rollen gedubbeld. We hadden zo'n 30 mensen die meededen. Allemaal mensen van Avelijn en een paar niet-cliënten ertussen. Nou, dat was een feest. Ze hebben het er nu nog over. En ik heb ze zelfs een paar tappasjes geleerd voor de pauzefinale. Daar waren we heel druk mee. En dat vonden ze zo mooi en zo trots en zo blij. Maar ja, toen kwam dat rottige corona. En toen ging het natuurlijk allemaal weer de ijskast in. Maar ja... Karin Emmerink, die van Bureau Evenementen is, van Avelijn. Want Avelijn doet zoveel dingen voor de cliënten. Van vakanties, uitstapjes, wandelingen, feestavonden, vrije tijdsclubjes. Hebben ze Bureau Evenementen die dan al die dingen, zoals Avelijn's Got Talent, organiseert. En Karin Emmerink is de presentatrice van
Avalanche Got Talent. Waarbij ik dan in de jury zat. Nou, daar ben ik heel goed bevriend mee geraakt. En die speelt ook al jaren, al geloof 16 jaar, speelt ze Kaatje Kopstand. Dat is een typetje, dat is een acrobatisch typetje. Zij is een heel sportief mens zelf. En koprol, handstand, doet van alles nog steeds. En die wilde wel eens een keer, elk jaar een toneelstuk met Sinterklaas en Kaatje Kopstand. En door corona moest er een film komen met Kaatje Kopstand. Maar ja, ik zat binnen. Ik ging nergens heen in het begin. Dus ik ging er niet aan meedoen. Maar ik heb toen de cameraregie gedaan. Ik heb alles uitgeschreven. Elk shot, elk kader, elk camerastandpunt. Elke beweging. Storyboard erbij met plaatjes van de locatie die ik via internet of Google Maps erbij haalde. En Kaatje Kopstand kreeg zo haar eerste film. En toen kwam zij met, ik wil ook een boekje. Jij kunt toch tekenen? Ik zeg, ja, ik wil wel tekenen. Nou, had ik Kaatje Kopstand getekend? Nee, die is te oud, die lijkt op mij. Ze wou een kinderlijk Kaatje Kopstand, een jong meisje. Maar de mensen die het gingen drukken, die zeiden, ja, doe je dat dan via de computer? Ik zeg, nee, hoezo via de computer? Ja, en Vector en dit en dat. Ik zeg, nooit van gehoord. Want ik ben echt Hansje Bosbessenland op dat terrein, hoor. Ik ben zo'n digibet als de pest. Ik zeg, ik weet niet wat je bedoelt, dat ga ik niet doen. Pff. Natuurlijk ging ik het toch doen. En toen moest ik met zo'n pen op zo'n... Nou, ik zeg, dat gaat zo niet met mij. Dus ik doe alles, teken alles met de muis. En ik heb het hele boekje getekend. Ik heb het me aangeleerd. En het eerste boekje, Kaatje Kopstand heeft geluk, is vorig jaar uitgekomen. En nou, er waren grootse plannen mee. Ik ben bij boekpresentaties geweest bij Broekhuis in de boekwinkel. Maar toen kwam weer corona, ging weer alles naar je gaaf. En toen zei Michael tegen mij, waarom maken we niet samen een boekje? Ik zeg, nou, ja, hij zegt, daar kun je er ook mee door wanneer je wil. En als er iets is, doe het echt helemaal alleen met z'n tweeën. Ja, maar waarover dan? En toen stuurde mijn zus een foto van haar twee kleinkinderen. Eentje van 3 en eentje van 1,5. En het waren twee jongetjes met zo'n volwassen mannenhoedje op. In een kinderwagen. Nou, het zag er niet uit. Het was gillen. Hartstikke lachen. Ik zeg, dat is... En toen had ik het. Het wordt zo'n jongetje met zo'n oude mannenhoedje op. En dat wordt een brutaal jongetje. En die heeft als vriend een kat. Maar die is heel bang. In plaats van katten, die is al de brutale eigenwijs. Die kakt overal voor in zijn broek. Die rent overal voor weg. Die vindt alles verschrikkelijk. En die blijft eigenlijk nergens mee. En dat jongetje is juist heel avontuurlijk. Nou, dat is zo een beetje uitgewerkt, bedacht. Wat schetsjes gemaakt, dingetjes. En het is bijna af nu. En dat heet Durfie en Dot op de boerderij. En daar komen alle dieren in de Twentse achtergrond, Twentse boerderij, komen aan bod. En zo wordt een beetje de kinderen wegwijs gemaakt tussen wat leeft er allemaal op de boerderij en waar komt melk vandaan en de eieren en de boter. En zo komen we weer terug bij jouw jeugd. En zo komen we weer terug bij waar het begonnen is, ja. En dat is bijna af. Dus dat als het goed is met, ik denk met tussen nu en 3-4 maanden moet dat wel op de markt komen, ja. Met een boekpresentatie? Met een boekpresentatie op een kinderboerderij. Oh. Kun je het gesprek afsluiten met een spreuk van Sinterklaas? Een spreuk van Sinterklaas? Prachtig. Ach, Ole, na zoveel jaar heb ik eindelijk het genoegen om jou weer een keer in levende lijven te ontmoeten. Wat ben je gegroeid? Wat ben je groot geworden? En wat doe je prachtige dingen samen met Nelson? Geweldig. Geweldig. Sinterklaas is heel trots op jou. En ik wil dan ook zeggen, dit jaar mag jij weer je schoen zetten. Want ik weet zeker, met alles wat jij onderneemt, wat jullie doen en de plannen die er nog zijn, hè? Ik noem maar even zeilboot. Oh jee. Wou ik zeggen, heel veel succes. Dat gaat goed komen. Ik wens je het allerbeste voor de toekomst. Dank u wel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar Artsafari.
Artsenfari wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Gemeente Enschede en Stichting Bauerheim. Voor meer afleveringen ga naar www.artsenfari.show en vergeet niet om je te abonneren op ons YouTube-kanaal, waar alle afleveringen van Artsenfari met video te beluisteren en te bekijken zijn. Tot de volgende keer!